Hoi allemaal, vandaag heb ik een nieuwe video met een nieuw iemand. Kom in beeld springen. Hi, ik ben Jaron. Ik wou net zeggen, dit is Jaron. We hebben een hele tafel vol spullen staan voor ons, wat jullie lekker niet zien. Want we gaan vandaag elkaar omtoveren naar Punk Edit. Ja, dat week hebben we begonnen. Laten we maar gewoon beginnen. Ja. Echt enthousiasme. Ja, let's go! Yeah! Yeah! Woe! Ik denk, zij heeft een shirt van Pink Floyd waar ze niet weet van... Noempaar nummer. Ja, geen idee. En dus hij heeft gewoon een soort shirt van zijn vader. Dan lopen we in beeld met dat shirt aan. Oké. Nu? Ja. Totaal niet gestaged. Oké, ik moet dus Lloyd Punk gaan maken, maar ik heb geen idee wat dit is. Jongens, jou gaat nu mijn make-up doen. Tenminste een poging. Jongens, ik zit nog steeds te bedenken wat ik moet doen. Nee, maar echt? Ik heb er geen idee. Nee. Blijf zitten. Sorry. Ik ben gewoon aan het verven. Dit wil je niet zien. Sorry. Jij beweegt zo erg. Ik ga gewoon je hele oogleed zwart maken, oké? Oké. Ik ga toch niet gewoon door tot mijn wenkbrauw? Nee. Oh my god. En ik vind bij jou minder erg. Oh, kut je neus. Jongen, blijf nou stil zitten. Ja, maar doe het dan ook niet op mijn fucking neus. Ik haat dit. Ja, jij wilt dit met me opnemen, hè? Wil je dit bij jezelf doen? Hou op. Godver. Heel rustig. Hou op. Het is toch even... You fucked up. Man. Ja, kijk. Ik moet echt geen make-up bij mensen op gaan doen. Dude, what did you do? Finished look. Ja, nou kijk even naar die oogschaduw, oogdingen, mascara ding, I don't know. Ik ga tattoos bij je erop plakken. Ik weet niet, zoveel mogelijk. Wil je deze? Ja, oké, die grote die gaan we nu erop plakken. Jij dacht dit hè, omdat ik hier zeg maar zo'n gat heb, om daar dan een grote tattoo in te doen. Perfect, dan moet ik hem tegen je aanhouden, dan ding erop en dan als het goed is hij goed. Wacht, maar je moet alle plekken hebben, je moet ook hier. Oké. Oh nee, daar laat hij los. Nee, echt? Oh my god, oké. Hij is wel heftig. We gaan natuurlijk niet stoppen bij eentje. Nee, natuurlijk niet. Ik wil ook deze. Mag ik deze? Ja, vind ik cool. Dan wil ik die. Deze is ziek goed gelukt. Oh shit. Skirt. Vergeet niet te overreacten, hè. Oh my god. Oh my god. Tattoos. Ziet er echt niet uit. Ik ga helemaal scheef. Maakt niet uit. Dit is echt heel apart. Ja. Ik moet er gewoon 30 seconden even zo stil zitten. Oh my god, nee, hij is verneukt. What did you do? Hij is verneukt. Why? Hij laat ook al los. No. Ja, oké, sorry. Deze vind ik het sexy zo tussen door dat gescheurde ding. Ja. Hij vliegt zo weg nu van je. Maar jongens, als jullie tot hier zijn gekomen, laat even weten. Vind je me nu al punk of nog niet? Oh, oké. Ook echt random op één arm. Ja, dat valt op. Oh. Huh? He's gone. Oh my god. Oh. Je hebt het... Oh kut, maar zou ik nu op het hoesje staan? I fucked up. Oh, nu staat er geen dad op je. Mag ik er twee doen? Oh ja. Twee is heel natuurlijk. Gewoon allebei de neus één zo. Het voelt heel raar. De mensen van Lois haar kanaal. Ik ben altijd heel erg van de bandana's. Dus Lois. We kunnen het gewoon proberen. Ja. Als het er niet uitziet dan. Doen we het wel zo. Dit is volgens mij het eindresultaat, of niet? Dit is Lois. Go, go, go naar enge, rare, slow-mo shots van mij in enge, rare, cringy. Dit is mijn loving face. Oké,
jongens, dit was de video en dit is de look uiteindelijk geworden. I don't even know what to say. Dit is echt best wel intens. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie dat Jaron een good job heeft gedaan of niet? Nou, laat maar in de comments weten. Vergeet niet naar de video van Jaron te klikken, want... We gaan mijn haar roze en blauw verven. Dus be sure to check it out. En subscribe op mij, maar natuurlijk ook op Jaron's kanaal. En dan... Doei!